Beste mede-YouTubers, omdat ge KKR in de commentaren op YouTube moet maar eens afgelopen zijn en daarom de KKR-actie. Hoe werkt dit? Je krijgt of een tweet of een commentaar van mij en dan word je uitgenodigd om mee te doen aan de KKR-actie. Wat is een KKR-actie? Je maakt een filmpje met een kikker erin. Dat kan een echte zijn of een afbeelding van een kikker of whatever. En dan wil je er een verhaaltje bij, om maar zo te zeggen. En dan zet je het op jouw YouTube-kanaal. En dan zet je eronder KKR-actie. Net zo. Lui. Kijk mensen, in KKR, oftewel in kikker. Oké, dat staat voor, maar dat boeit voor de rest niet. En ik heb dat kopje meestal bij mijn filmpje staan, dus vandaar. Kikker. Zo nou, en hier is dan de wereldberoemde KKR. Maar alle vloggers en haatcommentaren het over hebben op YouTube. En wat bleek, de KKR blijkt Boe te heten. Imai, dat is een Belgische naam, dacht ik zo. En hij heeft zelfs een kroontje op, want hij is duidelijk ongekroonde koning van YouTube. Bij deze roep ik andere vloggers aan, andere KKR's te filmen. En daaruit blijkt dan dat het niet de KKR is, maar één KKR. En dat had ik toch gezegd, sukkels. Oh. Oké, de KKR-actie, tweede poging. Want vorige keer stond er te veel wind. Een beetje dichterbij. Richting die kikker. Zoals gezegd, dit is de KKR-actie. En vorige keer heb ik een andere KKR gefilmd. En één de KKR en nog één de KKR zijn twee KKR's. Conclusie, het is één KKR in plaats van de KKR. Oké, mensen, dit was het. En uiteindelijk had ik toch gelijk.